mijn hand doen. Een ster dus. Ah, dankjewel Janneman. Van Jan van Dam uit Emmeloord. Dankjewel lieve schat. Een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ja, ja, ja. Het is vandaag wel weer vrijdag 18 december. En we leven om 12 uur 27. Ik heb de honden ook al uitgelaten. Dus hier, die hoef ik nou niet meer naar buiten te laten. Astrid, die komt niet, maar nog steeds een ander. Ja, en die wil niet op de vlog, dus daar kan ik ook niks aan doen. Ja, Astrid, die is niet ziek of wat dan ook. Nee, ze had in ieder geval ook een week voor de kerst had ze vakantie. Maar er is ook wat in de familie wat gebeurt, wat erg is. Dus ja, heeft ze een wat langere vakantie. Dus dat meisje of dat vrouwtje zal ik wel pas in het nieuwe jaar, denk ik, zien. Ik weet het niet zeker, maar dat merken we wel. Ik ga zo een bakje koffie maken. Ik heb nog wat gevonden dat ik met de woefwaffies uit was. En dat is een haarklem. Ja. Ik zal hem eventjes op mijn hand doen. Een ster dus. Ja, dat ga ik even schoonmaken. En ja, we zien wel, waar ik, ja, hij lag daar op de grond, op de straat. Nou ja, het is niet echt hoor, het heeft ernaast gelegen. Het is, er staat ook geen merkje in van dat goud is. En dat ding wat door je haar heen gaat, nou ja. Die is ook al bezig lelijk te worden, dus ja, ik kan je nagaan dat het dus niet echt is. Maar ik denk, ach, ik raap hem op, ik kan thuis mijn handen wassen, ja toch? Dus dat, en ik moet hem ook schoonmaken. Ja, maar dat komt allemaal wel goed, ik zou zeggen, hou vol goede moed, hou het gezellig, hou het lief, hou het fijn. Ja, en hier om mijn kerststukje weer. Ja toch? Ja, ik vind hem helemaal leuk. Ja, ik ben er gek mee. Echt wel. Het is gewoon zo'n soort plastic laag bakje. Waar je ook waar de slager zelf paté in doen. Zo'n zwart bakje. En daar zit oase in. En daar zit het kerststukje weer op vast bevestigd. Maar hoe en wat verder, ik weet het niet. Ik zal het wel zien of ik hem leeg haal, want ja, die takken die gaan natuurlijk kapot, dat is logisch. Dus ja, dan moet ik dat weer de rest opruimen en dan komt dat ook wel weer goed. En dat hier Sint-bolletje, nou ja, daar heb ik ook een speciaal vaartje voor. Ja, maar dat zal wel uitgebloeid zijn dan. Ja, ik vind dat leuk. Ja, hij is toch niet hier Sint, ah, wat weet ik ervan, ik weet niet eens meer. Ik heb het vroeger wel geweest, maar ik weet het niet meer. Nee, echt niet. Maar oké, ik ga even de dieren eten geven, want de grote bak die is ook bijna leeg. En de waterbak moet ik ook weer schoonmaken en opnieuw vullen. Dus ja, dat komt ook allemaal goed. Toen zat ik met de poot in mijn mouw, moet ook maar niet. Dat gaat een beetje moeilijk. Nou, kan dat, die zit hier naast me te hangen, als je net te doen. Maar oké, ik ga dus eventjes snel aan de gang, een bak koffie maken. Mijn handen, nou ja, die hoef ik nog niet te wassen, want ik moet toch eerst dat allemaal doen. Ik krijg ook een vieze handen van, dus ja. Komt allemaal goed. Ik zou zeggen, hou vol goede moed en tot! Paters. Doei! Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer even. Ik ga zo meteen even een vlog in elkaar zien te zetten. De huishoudelijke zorg die voor Astrid in de plaats is, die is al druk bezig boven, tenminste in de plaats, als invalster dan.
Diana heet ze, leuke vrouw, spontaan, gezellig. Ze is aan het zingen boven, nou ja, laat me lekker gaan. Ja toch? Ja, dat is alleen maar leuk en gezellig. En ik zal eerst trouwens Elwing even borstelen, want ik ken haar in principe zo weer plukken. Even weer het vele haar bij de weg halen. Ze ligt nou hier lekker op de grond bij me. Gandalf er ook bij. Dus ja, dat eventjes hier doen voordat ik gevlogd heb. Ik heb wel al de boel klaarstaan op mijn scherm. Dus ik kan zo beginnen ermee. Dus ja, we zullen zien hoe ver we komen. Want ik moet ook nog boodschappen doen, et cetera. Want ook dat moet weer komen, ja. Dat, ik moet ook eventjes wat gezondig halen. Iets lekkers, want bij de koffie. En ik moet ook even een sapje erbij halen, want ja, ik krijg visite. Mijn broer en mijn schoonzus, dus ja, dan gaat, dan moet ik wel wat in huis hebben, hè. Ja, maar dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van het prachtige, mooie weer. Althans, hier in Den Helder schijnt de zon. Blauwe lucht, hier en daar wat, hoe noem je die bewolking? Ik noem dat sluierbewolking. Ja, het is een beetje uit elkaar. Maar in ieder geval, de blauwe lucht die is te zien. En daar ben ik helemaal weer blij mee en in mijn sas. Dus zeggen, geniet ervan, als jullie dat ook hebben. Ik in ieder geval hier wel, dus we gaan er gewoon voor. En ik zou zeggen, we spreken elkaar later weer. Doei! Ja, lieve vrienden, het wordt alweer donker, behalve buiten. Maar in huis dus weer wel. Ja, want het is ook alweer 16:33. Ik ben net weer binnen met de boodschappen. Dus, en er lag een zootje post in mijn mandje. Ja, en nou ja, de terenbol legt natuurlijk bovenop. En, ja, ik krijg ook visite, dus ik heb ook wat chippies meegenomen. Eieren, worst, een slaatje. Dus ja, nou ook wat meer lekkere dingen wat je normaal laat staan, dat heb ik nou wat meegenomen, ja. En nou ja, van mijn huishoudelijke zorg, daar de baas, dus van het kantoor. Dus er zit wat, moet ik even kijken of er niks extra's in zit. Nou, dan heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaarten. Ja! En eentje waar ik bij weg ga. Ja. Zeer leuk. Nou, lekker belangrijk. Maar oké, al gekheid op een stokje, dan ga ik zo meteen even kijken wat dat allemaal is. Dan ga ik de boodschap opruimen. Ook heb ik natuurlijk een bounty mee. En ja, ik heb het niet, maar ik blus het wel. Een flesje corona, ja, heerlijk. En ik rijd zo naar binnen, hè. Zo gemakkelijk. En er was ook een boa aanwezig. Ik ga gewoon door, niks aan het handje. Ik word niet tegengehouden, niks. Ik denk, oké. Dat zal wel, maar ik begrijp die maffe longarts ook niet. Dan word je aanbevolen dat je wel een doekje om kan hebben beter. Nou, mij niet gezien, want ik kan geen ademhalen. Nee, ik wil graag wat ademhalen. En ik wil niet ziek worden door mijn eigen speeksel dat er in kan komen met praten. Of als ik al wel niezen moet, nou, dan doe ik het liever zo of in mijn handen of in een zakdoek. Of in een handdoek die ik me 9 van de 10 keer op mijn schoot heb leggen als ik thuis ben. Hè, dan zo, want dan kan je weer naar boven toe een schone vest. Nou, ik heb niet zoveel vesten, dus ja. Lekker belangrijk allemaal, maar je gaat niet daarin niet. Je kan beter in je handen niet, dat je dan je handen weer even was. Dan om de havenklap naar boven toe te moeten lopen om iets schoons aan te doen. Je neemt ook geen schone kleding mee, weet ik van waar naartoe. Dus ja, hoe bizar zijn ze? Denk na. En dat wordt niet gedaan. Nee, wakker worden allemaal. Hé? Ja, en ik zal de verlichting verder aan gaan doen. Want dat is nog verder uit dan enkel dat beetje. Dat is aan en dat is aan. Maar de kerstboom nog niet niks. Dus ja, dat moet allemaal nog even. En ik kan de vlog naar YouTube brengen, want die is ook natuurlijk klaar. Dat
ja, ik ben even de hort op geweest om boodschappen te doen. Ja. En hij hiernaast, die buurman van mij, nou, met dat janken in de piepen van Elwin, hij is gek. Dat deugt niet. Hij hoort het in zijn hersens waarschijnlijk piepen. Want als ik mijn klok hoor slaan bij de winkel, als ik in de winkel ben en ik hoor mijn klok slaan en ik hoor geen hond piepen of janken of blaffen, dan hoort hij dat ook niet. En hij hoort mijn klok niet eens. En die hoorde ik bij de foma binnen in de winkel slaan. Ik denk, oké. Nou, doe dan normaal. Ach, wat een maf Kees. Maar oké, ik ga mijn kaarten openmaken. Kijken van wie ze allemaal zijn. Die is los. Ah, dankjewel Janneman. Van Jan van Dam uit Emmeloord. Dankjewel lieve schat. Ja, hartelijke groeten van je vriend plus huismaatje Jan van Dam. Oh, wat lief. Ja, en nogmaals dankjewel. Hij zat niet dichtgeplakt, Jan. Moet je wel doen, waarom? Omdat ze er anders, dat je kans hebt dat die flap eruit gaat en dat de kaart eruit kan vallen. Of, wat in het verleden heel veel gebeurde, en dat kan zomaar weer gebeuren, dat ze eruit gestolen worden. Dus ik plak ze altijd dicht. Ja, kun je beter wel doen. Nou, dan heb ik een vierkante. Die zit wel dicht. Ga ik even een missie pakken. Geen kat achter me, ik hoor wel wat. Daar. Even naar de kant, even missie. Even missie. Even het mesje ertussen. Ja. Zo, die even daar. En er is een hondje met een kerstmuts op. Kijk, zie je dat, Elwin? Een hondje met een kerstmuts op. Die ligt lekker op de bank te slapen. Met de oogjes open. Mag niet in de tas snuipen. Nou, die is ook leuk. Hulphond staat op de achterkant. En we zien een hele mooie kerstdagen. Dankjewel, Jolanka. Oh, wat lief. Ja, en Bessie, Lotte. Dankjewel, lieve schat. Heel erg lief. Zo, wat lief, wat lief, wat lief. Nou, het is geen familie meer, hoor. Ah, mijn man, familie JHG. Hallo. Mijn man, die is er niet meer. Wie dat dan afkomstig is? Die is al bijna februari worden, is het 4 dat hij weg is. Ik ben bang van zijn pleegmoeder en dat die ook dementerend is en dat die het al niet eens meer weet. Terwijl ze er wel is geweest. Nee, die zelfkunstenares die maakt zelf kaart en deze is niet zelf gemaakt. Ah, Mathilde. Ah, ook van Facebook, ja. Dankjewel, lieve schat. Ik zal jou vanavond even opzoeken op Facebook, ja. Hartstikke lief, dankjewel. Maar ja, dan moet ze wel eventjes weten, ze weet dat hij er niet meer is. Dus dan moet ze dat gewoon weghalen en dan moet ze, ja, nou ja, komt wel. Nou, dan gaan we door. Is die open? Nee, die is ook niet open. Weer het mesje ertussen. Leuk, hè? Zo word je niet vergeten. Dan zie je toch dat de mensen naar je denken. Ja, alweer een hondje, een zwarte, ook met een kerstmuts op, oh wat lief. Oh, dat is Millie, die woont hier in Den Helder. Dankjewel Millie, dankjewel, wat lief allemaal. Die is ook open, ah, van Corrie. Die is half open, laat ik het zo zeggen. Die is voor Corrie.
Zo. Leg dat lekker, Elwing. Waarom wil dat nou niet? Zo. Ja. Even er wat uithouden wat een ander niet aangaat. Ja. Even iets eruit halen. Gaat jullie lekker niks aan? Nee. Met deze mooie kaart heb ik van Corrie uit Lisse. Die ook altijd, die oudere dame die ook wel op de vlog komt. Die durft nou weer niet te komen vanwege dit, gezode harnas van uit Den Haag en de andere gedoe. Die dat eigenlijk het beslist. Ach, goed. Nee, ik had mondkapjes voor haar gekocht. En die moet ik nou eigenlijk weer uitdelen aan iemand die ze kan gebruiken. Nou ja, oké, komt goed. Gratis een mondkapje. Ja, toch? Een beter jaar dan 2020 toegewenst. De Corrie, ja, voorlopig kan ik niet komen daardoor de onbetrouwbare auto en de gezondheid. Ja, ze loopt bij de tandarts en met het gebit gaat het niet zo goed en ze is net zoals ik als een dood van een tandarts, dus ja. Ja. Nou, die ga ik zo meteen even bellen, want ja, dat staat natuurlijk wat bij en daar wil ik er ook voor bedanken. Dus die leg ik even apart neer. Zo. Nou, Cirilo, even openen. Ja. Zo. Die openen. Fijne feestdagen en een voorspoedig 2021. Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2021, een jaar waarin we hopen weer dichter bij elkaar kunnen zijn. Colette van Driel, regio-directeur, oh dat is zij. Oh ja, oh heren. Het afgelopen jaar bepaalde het coronavirus een groot deel van ons leven. Nou, niet die van mij, want ik trek me er geen reet van aan dan enkel die anderhalve meter. Voor u gold dat extra. Zo was bezoek vaak niet mogelijk, werd logeren uitgesteld en was dagbesteding alleen voor bewoners. Dat was moeilijk en verdrietig voor ons allemaal. Samen hebben we gezocht naar een oplossing. We bedanken u daar hartelijk voor uw begrip en de manier waarop u met ons meedacht en meewerkte. Nou, niet meer met jullie, want jullie doen al jaren niks meer voor mij en daarom stap ik over. Dat is mijn reden, hè. En de coördinator, of tenminste de coördinatrice zoals ik dat benoem, want het is een vrouw en geen man. Die heeft dus in 2017 met de kerstborrel mij al beloofd, ik kom zo gauw mogelijk even bij je langs in het nieuwe jaar. Nou, ze moet nog komen. Dat was 2017, had ze in 2018 moeten komen. Nou, 2019 is voorbij gegaan, 2020 is voorbij gegaan. Hè? Jullie begrijpen me wel. Nou, ik denk dat jullie dan ook kwaad zullen worden, niet? Maar oké, ik ga weer aan het werk. Ik zal even Corrie bellen, zeggen dat ik dat binnen heb. En dat komt allemaal goed. Ja, ik ben er blij mee. Ja, ik ben knettergek met dat meentje. Oh ja, ik moet dat nog even openen, kijken of daar nog een kaart tussen zit. Normaal gaat dit de krantenbak op, haal ik de plastic eraf en dan gaat het de krantenbak op. En er zit ook een brief bij van TI Zorg. Dat is daar de restpapiertje. Beste heer, mevrouw, de feestdag is al voor de deur en dat voelt dit jaar toch wel heel anders. We hadden misschien wel verwacht dat het tegen deze tijd allemaal weer normaal zou zijn. Helaas is dat niet zo en duurt het lang.
Onze thuishulpen en begeleiders gaan desondanks onverminderd door met het leveren van de zorg die nodig is. Laat weten als u corona klachten heeft. Nou nee hoor, dat heb ik niet. En dat, ja. Het geëikte. Nou, dat kan dan. Hup, in het boek. Oh, kijk. Dat is wel leuk. Dan wens u een warm thuis. Een aangename feestdag. Aangename feestdagen past dat me toch dichtbij. Oh, dat vind ik wel leuk. Oh, dat gaat niet weg. Nee, dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel leuk. Even uitkijken voor een dier. Dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Waarom wil dat niet? Het is allemaal zo dik. Ik ben een heel ander mens geworden. Ja, ik ook. Ja hoor, ik wel. Doe mee met de aangenaam thuisbingo. Oh, nou, het zal, ik weet niet eens hoe. We zullen het eens beleven. Aandacht voor elkaar. Ja, dat heb ik al. Maar een ander heeft geen aandacht voor mij. En dat is het jammere. Kijk, wat ik leuk vind, dat is dat middenstuk. Dat kan er eigenlijk in principe uit. Dat zijn kartelrandjes, maar dat zijn kaarten. Veel geluk, warmte en fijne feestdagen. Fijne feestdagen en een prachtig nieuw jaar. Nou, hoe leuk is dat? Is dat nou dubbeld? Nee, dat is die. Namens alle collega's van thuiszorg, fijn. Ah, oh, die is leuk. Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar ik wil u toch vertellen. Als ik het voor het zeggen had, komt er enkel vreugde en voorspoed op uw pad. Namens alle collega's van thuiszorg, fijne feestdagen en een heel gelukkig en gezond nieuwjaar. Warme groet, Marianne de Winter, algemeen directeur. Nou, kijk, dat vind ik nou lief. Ja. En die geeft je dan een cadeau, hè, van thuiszorg, een aantal kerstkaarten. Ja, nou, dat vind ik leuk. Die kun je ook dan versturen. Hartstikke leuk. Nou, dat bewaar ik dan dus nog voor het nieuwe jaar. Ja, dat zijn er weliswaar niet veel, maar dat doet er niet toe. Ja, ik vind hem leuk. Nou, dan bewaar ik dat boekwerk even nog. Ja, en de rest kan weg. Nou, dan waar moet ik het nou weer laten? Oh jee. Nou, even op de koffiepot, et cetera. Zo, nou ja, het is allemaal al met nog donkerder geworden. Dus ik ga weer sluiten, lieve vrienden. En ik zou zeggen, voor straks smakelijk eten, bon appetit. En een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Het is vandaag vrijdag, dus ja, wie weet is de televisie voor jullie ook mooier dan normaal. Voor mij in ieder geval wel, want het is kerstfilms op dezelfde zender dan de afgelopen dagen al zoiets. En daar ga ik dus naar kijken. Nou, we krijgen geen goede tijden, slechte tijden, want het is vrijdag. Dus ja, het komt allemaal goed, lieve vrienden. Wees blij, wees happy. Alles komt goed als je zelf maar ja, ook goed doet. Ja, gewoon gelukkig, zalig, heerlijk. Ik ben gelukkig met mijn diertjes. Ik ben blij met mijn diertjes. Ik hou van mijn diertjes. Maar dat niet alleen. Ik heb nog kinderen. Zoals mijn dochter Karin. Daar hou ik zielsveel van. Ik heb schoonzoon. Roderick. Daar hou ik ook zielsveel van. Ik ben gelukkig met ze. Ik heb een zoon. Die is mij ook heel erg dierbaar. Ik heb een schoonzoon, die hoort bij elkaar, die twee, want die zijn homo. Daar heb ik niks op tegen. Ze zijn me even dierbaar. Ik hou van ze, maar hun houden niet van mij. Ja, daar kan ik niks aan doen. Nee, ik hou wel van hun, maar hun niet van mij. Ja, moet wel van twee kanten komen, hè. Ja, maar dat weten ze. Ja, en mijn deur zal altijd open blijven staan. We laten het verleden met rust. Kijk naar de toekomst. Naar nu, het heden en vooruit. Wat geweest is, is geweest. En ja, iedereen maakt fouten. Ik heb mijn fouten gemaakt. Ik maak nog fouten. Maar mijn liefhebbende zoon,
Je hebt ook fouten gemaakt en niet zo zuinig ook. Ja. Ik ben nou niet degene die eens een keer zijn excuses aan moet bieden. Ik heb dat iedere keer weer gedaan, ook wanneer jij fout was. Maar ik blijf dat niet doen. Nee. Dan heb ik nog een dochter. Annie. Ook van haar hou ik ontzettend veel. Ja, zij enkelt ook helaas niet van mij. Ze heeft twee kinderen. Ze zijn mijn kleinkinderen. Ik ken mijn kleinkinderen niet. Nee. Helaas, het is zo. Het is hun keuze geweest. Ik hoop dat het ooit anders mag zijn. Maar Annie, als je dit mag zien, je moeder, en ik weet, je zegt geen mama of ma of wat dan ook. Nee, je noemt me bij mijn naam, maar ik ben niet een snotneus. Ik ben niet je gelijk, ik ben je moeder. Maar oké, dat maakt ook allemaal niet uit, hoor, schat. Nee. Ik hoop dat het ooit goed mag komen, want ook jij hebt je fouten gemaakt. Ja, niet alleen ik, hoor. Nee. Jij net zo goed. Mijn kleinkindertjes, mijn kleindochter en mijn kleinzoon, die ken ik helaas niet. Maar ook van jullie houdt oma heel erg veel. En dan heb ik mijn andere jongste dochter nog, Katja. Nou, Katja die kent me. Die weet wie ik ben. Ook van jou hou ik ontzettend veel, lieve schat. Mocht jij dit ook gaan bekijken. Ik hou heel erg veel van je. Ja. Dus ja, ik hou van iedereen en allemaal. Ik hou van mijn vrienden, van mijn familie, die ik ken. Laat ik het zo maar even zeggen, want ik kan niet mijn hele familie. Dat gaat niet. De familie is ook uit elkaar gegroeid, et cetera. Maar mijn familie die ik ken, ja, ik hou van ze. Van allemaal. En er is niks, hè? Nou! Hallo dames, dames, er is niks. Rijka. Klaar, er is niks. Nee, er is niks. Dus ja, ik hou van iedereen. En ook van mijn vrienden. Elwin ook, klaar. Elwin. Rijka. Lieve vrienden, ik zou zeggen, ik stop ermee. Maar in ieder geval... Ja, ik probeer naar iedereen lief te wezen en goed te handelen. Hebben ze hulp nodig? Vraag het me. Ik wil met alle liefde iedereen wil helpen. Klaar nu, er is niks. Klaar. Nee, Rijka. Moet je niet doorgaan. Dus ja... Oponthoud door de beestenbol. Maar oké, ik zou zeggen, geniet gewoon en geef je liefde. Als jij liefde hebt, geef je liefde aan iedereen in je omgeving. Vrienden, kennissen, ook aan vreemde mensen. Al is het goedemorgen, een goedenavond, een goedemiddag. Noem maar wat. Wordt men al blij van. Ja. Maar oké, nu zeg ik voor vanavond een hele fijne liefdevolle avond gewenst. En graag tot morgen. Tot dan. Doei.